Ze is in de keuken bezig. En ik hoop niet dat, dat ik speklappen krijg, want daar hou ik helemaal niet van. En 8 euro per persoon, dat is veel te duur. Ik heb het wel gehoord wat hij daar zei. Geen speklapjes. Laat hij me afwachten wat hij krijgt. Hij moet blij zijn als hij wat gevreten krijgt bij mij. Anders moet hij naar de bedeling. Ik ga hem verrassen met hele lekkere dingen. En probeer zo goedkoop mogelijk te doen. Zo, ik ga even mijn schort aandoen. En ik ga een maaltijd maken voor die ondankbare gek. Hij zit daar met de handjes over elkaar te wachten tot hij wat krijgt. Ik zal het leren. Knoflook en dit zijn rode pepers. En dan heb ik hier gewoon spaghetti. En dan heb ik ook nog heerlijke, hoe heet dat nou, een spul. En die broccoli die ga ik eerst koken. Die gooi ik in de pan. Met ruim water erbij. En dan doe ik dan knoflook door en dan doe ik er nog een heerlijke peper door. En een sausje. Een oestersaus doe ik erdoor. Dat maakt het een heel heerlijk smaakje. En omdat Theo niet van spek houdt, heb ik hier heerlijke lekkerbekjes. En die gooi ik zo in de pan met een beetje olie. Nou, wat vind je ervan, Hermans? Heerlijk is dit. Oh, wat smaakt dit overheerlijk. Ik kan niet anders zeggen.